De eerste etappe van de World Ports Classic komt morgen in Putten onze provincie binnen. In Stabroek is er dan een tussensprint. En via de Noorderlaan rijdt het peloton Antwerpen binnen de kaaien op. Langs het Justitiepaleis en de Desgenlijn gaat het aan het Wezenberg zwembad rechtsaf. De finish is niet veel verder op de Beukenlaan aan het Nachtegalenpark. Chris Boekmans is een van de renners die hoopt daar mee te kunnen doen voor de etappezege. Ja, het is vlak hier, bij mijn woonplaats. Ik ben van Antwerpen, dus ja, het is gewoon geweldig als je kunt aankomen in Antwerpen. Ik ken mijn weg daar wel. Ja, morgen winnen in Antwerpen, dat is het summum? Ja, dat is wel de doelstelling natuurlijk. De World Ports Classic is toch wel een grote koers, want organisator is niemand minder dan AESO, die ook de Ronde van Frankrijk onder zijn hoede heeft. Deze tweedaagse kreeg 2 jaar geleden vorm, toen een toeretappe vanuit Rotterdam door Antwerpen naar Brussel reed. Het enthousiasme dat AESO toen langs de wegen zag, vond ze indrukwekkend. Que pensez-vous du passage ici? Extraordinaire. Une ambiance formidable, énormément de monde, la fête. On reviendra. Vous avez un grand sourire. Oui. Oui, parce que c'est un accueil vraiment magnifique, vraiment magnifique. De World Ports Classic bestaat uit 2 koersen en is dus een rittenwedstrijd. Met tussensprinten en met een eindklassement na 2 dagen. Wie wint deze mini-rittenwedstrijd? Een spurter of een sterke renner? Ik denk de combinatie. Een spurter die sterk is. Ben je dat op dit moment? Oh, ik ben wel oké, maar we zullen zien. Ik denk eerder een bonen, dat type renner. De rit van zaterdag naar Rotterdam vertrekt om 11:30 aan het MAS.